Ron, kan je in de hotelkamer komen van Rafael van der Vaart en een aandenken voor me meebrengen? Zelfs dus zo onmakkelijke opdracht gekregen. Ja, hier achter mij is het hotel van het Nederlands elftal. En ik ga gewoon even naar binnen, vraag even naar een kamer en dan haal ik een leuk aandenken. Van wie? Rafael van der Vaart. Van Rafael van der Vaart. Bonjour, hallo, bien. Non, c'est interdit, c'est juste pour l'équipe de Hollande. Wat zegt hij? Nou, die komt er niet in. Ik ben, ik ben van de televisie in Nederland. Ja. No. Niet binnenkom. Onsympathiek, ik vind je een onsympathieke man. Goed, dan niet. Mogen we er niet in, hè? Amateur. Hoe noem je mij? Komen we niet in. Tuurlijk komen we er wel in. Maar niet door de voordeur. Nou, goed geregeld, hè? Een waterfiets. Dat gaat even niet anders. Met die waterfiets gaan we zo aanleggen en dan komen wij in de tuin. Ja. Wel doortrappen, je laat me alleen trappen. Juist. Dat ben jij. Raf en bukken. Ja, daar is het. We zijn nu bij de tuin van de Oranje Spelers. We zijn er. 1, 2, 3. Ja! Kom dan, vlug! Vlug, zit ik erop. Andere kant. Ik hoor jou! Wat erg. We zijn binnen. Ja, kom. Oh, het is een echt paleis. Oh. Kom nou. Van der Sar. Nee, Van der Sar, niet hier. Van der Stroom. Die deur staat open. Dat mag je binnen. Nee. Room service. Zit hij op de wc? Nee, daar zit hij op de wc. Pak hem even. Lo. Ja, maar van de Vaart. Let op, je zit op de wc. Zijn voetbalschoenen. Ja. En dit is de gel. Oh, te veel. Maar dit is wel de gel van... Ja. We hebben te weinig toiletpapier. Ligt hier pad. Oh, is nog vochtig. Een onderbroek, nee. Nee, zeg. Dat doe ik niet. Wat is dat? De onderbroek van Van der Vaart. Moet dit meenemen? Oh. Een onderbroek. Die mist hij niet. Is hij weg? Oh, nee, maar we moeten hier weg, hoor. We hebben hem. Hè? Natuurlijk is hij schoon. Hey, deze onderbroek is aan jou onderweg. Ja.